Willem Hendrik Zwart, geboren 1925 in Zaandam. Jongste zoon van de bekende componist, organist, historicus Jan Zwart. En ik zeg dat heel bewust, al die dingen, want Jan Zwart was een veelomvattend persoon. Willem Hendrik was nog jong toen zijn vader in 1937 overleed. Toch voelde hij zich schatplichtig aan zijn erfenis. Hij ging in de muziek, kwam na de Tweede Wereldoorlog via een onderduikperiode in de Wieringerwaard en Friesland in Coevorden terecht. 1945 werd hij daar organist. Daarna vertrok hij naar Groningen en in 1954 werd hij organist van het beroemde Hiensorgel in de Bovenkerk van Kampen. Nu zeggen we het beroemde Hiensorgel, maar toen was dat een onbekend instrument in een klein provinciestadje. Daar ligt ook de kracht van Willem Hendrik Zwart, zijn actieve arbeid hier om dit orgel te promoten. Mede geholpen door de grote restauratie in de 70e jaren plaatsvond, waardoor het orgel in al haar glans en schoonheid herboren tevoorschijn. Ja, en die prachtige bovenkerk haalt natuurlijk heel veel herinneringen naar boven. En ja, altijd in verband met pa. Ze zaterdagmiddag wandelconcerten, de donderdagen, de uitdagen, de seriesconcerten, de diensten, ontelbare herinneringen. En ja, doe toch altijd wat als je hier weer terugkomt. En het is altijd weer een feest om hier te spelen. En hij heeft, naast alle herinneringen die je hebt, natuurlijk ontzettend veel muziek nagelaten. En ja, hij schreef ook voor zijn koren en dat zijn ook prachtige dingen. Mannenkoor, gemengd koor. Maar voor natuurlijk vooral als organist. En zeg je de naam van Willem Hendrik, dan zeg je Psalm 25. En daarnaast heeft hij andere werken nagelaten. En dat is vaak heel moeilijk, omdat soms alleen met bandopnames, soms zijn er wat kladjes van, staat er toch iets op papier, maar niet alles. De toccata over Psalm 99, God de Heer regeert, die is als jeugdwerk vroeger al uitgegeven, maar heel kort. Eigenlijk een samenvatting. Later heeft hij daarover zitten improviseren en kwam er ook een fugatisch gedeelte bij. Dat hebben we vorig jaar al uitgewerkt en op papier gezet. Thank you.
eerste kennismaking met Willem Hendrik Zwart was denk ik in 1988. Mijn ouders kochten een elektronisch orgel en daar zat een boek bij, Psalm 25. En ik had geen idee hoe snel ik of hoe langzaam ik dit moest spelen. Dus ik dacht op een zondagavond, het was denk ik in de zomer, ik bel die beste man eens op in Kampen en kijken hoe dat moet. Dus ik belde hem en het was, ik denk rond een uur of 7 s'avonds, met Zwart ging de telefoon. En ik legde hem uit dat ik graag die Psalm 25 wilde gaan spelen, maar dat ik geen... En het bijzondere was, hij zong voor iemand die helemaal niet kende. Hij heeft ongetwijfeld gedacht dat het een hele jonge knul was die belde. En hij zong, dat doe je dan dus zo. En dat was zo bijzonder. En dan zei hij, waar woon jij? In Smilde. En toen zei hij, als ik van zomer weer in Smilde kom spelen, kom dan naar het orgel en dan maken we kennis. Nou, zo is het gegaan. Ik heb voorgespeeld bij hem die zomer en ik mocht leerling worden van hem in Kampen. Ja, dit is ongeveer de plek waar ik zat toen ik voor het eerst bij een concert van Willem Hendrik Zwart was hier in de Bovenkerk. En ik heb er slechts 2 bezocht, maar de eerste keer zat ik hier naast me ergens. Er stonden nog een paar banken en ik geloof dat een van de dochters van Willem Hendrik er ook nog bij zat. En moeder Zwart zat daar. En ja, ik was gewoon, het zat niet in mijn systeem om naar Kampen te gaan. Ik kende het orgel niet en... Van huis uit heb ik het ook niet echt meegekregen om nou naar Zwart te luisteren. Want mijn vader die was fan van Piet van Egmond. En ja, alles wat dan een klein beetje met astma Zwart te maken had, dat was toch iets te veel bravoer. En ja, ik kwam hier met vrienden en ja, eigenlijk met een verwachting van die Zwart, op die manier zeg maar. En ik weet dat ik echt van begin tot eind echt... heb zitten luisteren, wat gebeurt hier? Ik weet niet meer precies wat het programma was. Ik weet wel dat hij onder andere de Mars Funèbre speelde. En ja, gemiddeld doet men daar 12 minuten over. Maar ik denk dat hij er wel 14 minuten over deed. En als je dat dan zelf probeert na te doen in dat tempo, dan is er geen barst aan. Maar wat hier toen gebeurde, die ruimte, die galm. Ik weet het niet wat er allemaal gebeurde, maar dus de tremolanten die helemaal niet mochten volgens mij. En
Maar er werd muziek gemaakt. En die fouten waar ik het dan van huis uit altijd over hoor, van, joh, die zwart of die astma, die spelen veel te ruig en veel te wild en zo. Die heb ik helemaal niet gehoord. Ze waren er wel, maar die heb ik niet gehoord, want er werd zo'n muziek gemaakt. En ik zal het nooit vergeten, die herinnering. Wat kon die vol passie vertellen en ook best trots over zijn benoeming tot organist van de Bovenkerk? Hij vertelde ook vaak dat het orgel van de Bovenkerk helemaal niet zo bekend was. Zijn leermeester Georges Stam vroeg aan hem, wat voor orgel staat er eigenlijk in Kampen? Nou, een vierkleviers Hiensorgel. Daar werd toch vreemd voor opgekeken, maar hij was er trots op, zo'n groot orgel. En hij voelde zich ook schatplichtig aan het werk van zijn vader. Dat droeg hij ook uit. Kort na zijn benoeming in 1954 ging de kerk dicht en werd het orgel gedemonteerd. En hij heeft een hele lange tijd moeten zitten zonder orgel. Hij speelde zijn diensten hier in de aula van de Griffemeerde Hogeschool. Twee diensten achter elkaar op een klein, bescheiden, ja, drukwindharmonium of zoiets. De jeugddiensten speelde hij wel in de Broederkerk. Dat was alweer een beetje feest. En toch bleef hij trouw aan de Bovenkerk. Hij heeft verschillende keren de mogelijkheid gehad om te verkassen. Maar dat deed hij niet, want de Bovenkerk was zijn plek. En wat was hij blij met zijn restauratie van zijn orgel en dat de kerk weer open ging. En wat heeft hij er hard aan gewerkt om dit orgel weer in de volle schijnwerpers te plaatsen in Nederland. Wat heeft hij daarvoor geknokt? Daar juicht, hoe was het ook alweer, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Ik zou haast vergeten, hoe was ook alweer die tekst? Want bij mij zeggen ze altijd, daar juicht den toon. Maar al gekheid op een stokje. Daar juicht een toon van Willem Hendrik Zwart. Onbekend. Voor mij was het tenminste onbekend voordat ik gevraagd werd aan deze hommage mee te werken. Maar ja, ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om iets te spelen wat dan er nog niet is. Of wat dan nog wel ergens een keer op een kladje staat of zo. En zo kwam die daar juicht een toon voorbij. Een plaatsgenoot die kwam met een notatie van een opname vanuit de Domkerk Utrecht. En ja, dat was dan nooit op LP verschenen, want ja, het was een improvisatie die eigenlijk, nou ja, nog niet af was. En hij had daar wat van genoteerd en een vriend van hem was er ook nog weer mee bezig geweest. En ja, ik had dat zo zitten bekijken, denk ja, dat zou wel eens iets kunnen zijn voor deze hommage. Maar ja, het is inderdaad niet helemaal af. Dus ik ben daar zelf een beetje mee aan de gang geweest, wat meer structuur in de vorm gemaakt. En ja, echt typisch Zwartejaans. En wat ik wel altijd dan bij dat soort reconstructies vind, ga dan ook niet tot in den treuren zo'n opname beluisteren. Want voor je het weet, probeer je iemand na te doen en dan wordt het niks. Dus u hoort een vleugje van Zwart en een vleugje van den toon. Ja, geniet ervan. Thank you.
Koraalbewerkingen lagen hem na aan het hart. Ik denk niet dat er 5 concerten te vinden zijn waarin hij niet begon of afsloot met een bewerking van hemzelf, van zijn vader of van een andere componist die een mooie arrangement had gemaakt op een psalm of een lied. Maar nooit alleen maar bewerkingen of improvisaties. Nee, literatuur stond hoog in het vaandel en Bach ontbrak al helemaal nooit. We kennen toch allemaal die opnames van de trio-sonates van Johann Sebastian Bach? Misschien wel een beetje als tegenhanger van Marie-Claire Alain, die het zo punctueel speelde. En juist door die opnames van hem, mooi legato, mooi mild geregistreerd, en ze zijn bekend geworden. Maar ook alle andere grote werken hebben hier op de lessenaar gestaan. Zoals de Passacaglia. En ook daar weer, niet te moeilijk doen, begint mooi klein met een enkel register en zo werken we langzaam naar dat slot van die 21ste variatie toe. Thank you.
Met mijn ouders naar de Theologische Hogeschooldag in Kampen. En natuurlijk vond ik dat geweldig, want dan kon ik naar de Nieuwe Kerk. Want daar speelde Klaas-Jan Mulder. En daar was ik immers zo'n verschrikkelijk groot fan van. Dan kon ik hem eindelijk eens horen spelen en van dichtbij bekijken, want dan had je zo'n mooie speeltafel. Nee, ik ging niet voor de Bovenkerk naar Kampen. Ja, Willem Hendrik Zwart, wel eens van gehoord. En mijn ouders hadden wel een plaat met Janneke Slachter. Maar ja, daar had ik niet zoveel mee. Nee, voor mij was het Klaas-Jan Mulder. En toch zeiden mijn ouders, we gaan vanmiddag naar de Bovenkerk, naar het slotconcert. Want daar speelde Willem Hendrik in de Bovenkerk. Nou ja, natuurlijk ga je met je ouders mee. En ja, het was gewoon genieten, dat was bijzonder. Maar, tuurlijk, je liefde voor Klaas-Jan Mulder verloog je niet, dus Klaas-Jan Mulder was toch wel beter. Willem Hendrik Zwart was vooral een docent in de grotere zin van het woord. Je moest natuurlijk ook je lesje spelen, maar hij was vooral ook stimulator. Ga dat eens doen, ga dat eens doen. Kijk hier eens naar. Hij was iemand die je eigenlijk een beetje voorleefde ook wat je zou moeten doen. Ga eens een trio-sonate spelen van Bach. Begin eens met de makkelijke middendeeltjes. En dan was het al heel snel, ga eens opzij. Want dan moest je plaats maken voor hem. En het leuke was, dat deed hij ook bij anderen. Ik kan me herinneren, het was, ik denk dat kerst 93 is geweest. Ik kwam hier op een vrijdagochtend. En ik had een trio gemaakt over midden in de winternacht. Ik was daar al een tijdje mee bezig. En Wim Magree die had waarschijnlijk op vrijdagochtend les. Of het was op een zaterdagochtend, ik weet het niet meer. Maar ik kwam daar en Wim moest meteen plaats maken. Want Daniel had een trio gemaakt. En zo stimuleerde hij jou om te laten voelen dat wat je deed, dat heel goed was. En zo heb ik dat eigenlijk destijds ook gevoeld. Thank you.
bijzonder was een ontmoeting met Willem Hendrik Zwart hier in de Bovenkerk bij een dagje kampen met een aantal vrienden. Ik hoorde hem hier studeren en riep naar boven: meneer Zwart, ja, het hoofd kwam over de balustrade, mogen we even boven kijken? Er kwam wat gestommel, het duurde eventjes en de deur onder het orgel ging open en ik mocht mee naar boven. Wil je zelf ook wat spelen? Ja, meneer Zwart, heel graag. Nou, daar mocht ik dan wat preluderen. En hij hielp met registreren en hij bouwde op en ik keek even met zo'n blik, tenminste dat zag ik later op de video, zo van, nou, dat gaat wel aardig met die jongen. En aan het eind, hij had alles opgeruimd, zijn jasje aangetrokken. Ik was klaar, het slotakkoord klonk. En, staat hij er goed op? Ja, meneer Zwart. Wat een dankbare herinnering dat zomaar de deur open gaat, dat je even roept en dat je zomaar mag spelen. Dat zijn toch bijzondere hoogtepunten. En daarom is het ook zo mooi om hier aan dit concert mee te mogen werken. Om zijn muziek tot klinken te brengen. Thank you.
Tja, het archief, ja. Mijn vader verzamelde alles wat maar iets met orgels te maken had. Als het woord orgel erin stond, organist, orgelist. Ja, en zover ik weet, die verzamelwoede had Jan Zwart ook. En zover ik weet, mijn ooms hebben ook van alles verzameld. Wat ze maar archieven langs gaan, overschrijven, kopiëren, van alles. En ik ben er eigenlijk mee begonnen, ja, begin 80e jaren. Dat kwam eigenlijk, mijn vader wist precies waar alles zat en lag in zijn studeerkamer. Als je een boekje nodig had, dan had hij binnen een paar minuten had hij het gevonden, had hij het tevoorschijn gehaald. Maar verder, hij had alles, foto's had hij in ordners, in mappen, boeken stonden weer her en der, orgelbladen. Het was niet geordend, laat ik het zo zeggen. Dus ja, toen ben ik eigenlijk een beetje voor hem begonnen om personen van A tot en met Z in aparte mappen te doen. Op plaatsnamen, buitenland, ook uitsplitsen naar Engeland, Duitsland, Frankrijk, nou ja, noem maar op. Dus ja, en zo groeit het steeds meer. En uiteindelijk was het iets van een 35 meter. Maar ja, dat is zoveel. Handschriften van Jan Zwart, koraalboeken uit 15, 16, 1700, weet ik. Ja, het is gewoon te veel om op te noemen. Het was altijd een feest, de zaterdagmiddag wandelconcerten. Vele orgelliefhebbers vonden hun weg naar de Bovenkerk. Maar natuurlijk ook het gezin van Willem Hendrik. Zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Wat was opa trots op zijn 11 kleinkinderen. Mijn 3 kinderen hebben nog veel meegemaakt van opa. Wonderlijk hoe herinneringen nog bijblijven bij kinderen. Ze weten nog heel veel, maar ze vonden het ook prachtig om hier te kijken. Mijn dochter Christine vond het wel een beetje eng, al die mensen boven. Als opa dan speelde, wilde ze best even kijken, maar werd het hard en druk met al die mensen, wilde ze ook heel graag weer naar beneden. Maar Rick weet er nog veel van. En zelfs Martin is als babytje hier nog geweest. Hij kan zich daar niet zoveel van herinneren, maar alle kleinkinderen hebben het zeker nog geproefd. Hier die wandelconcerten. Het was een feest. Thank you.
Hier op deze plek zat ik een kleine 30 jaar geleden. Op een donderdagavond in de zomer. Schuin achter die paal, zicht op het front. Niet dat dat mijn eerste kennismaking was met de Bovenkerk en met Willem-Hendrik Zwart. Wel nee, ik ben opgegroeid met de platenkoffer van mijn ouders, waarin de samenzangplaten vanuit de Bovenkerk zaten. Iedere zondag stonden ze aan, die LP's van de Theologische Hogeschooldagen. En als de plaat te spelen niet aanstond, stond wel een van de vele verzoekprogramma's aan. Mijn vader kon gewoon nijdig worden als er samenzang gedraaid werd vanuit een andere kerk met een andere organist. Wat is er mis met de Bovenkerk en met Zwart, zei hij dan. Hij heeft het nooit gedaan, maar hij was in staat om een brief te schrijven. Een paar jaar later ging ik met mijn broer hierheen, zaterdagsmiddags naar de wandelconcerten. Oh, die eerste keer dat je dan boven kwam als klein jochie. 4 piano's boven elkaar. Tjonge, jonge. En wat zei meneer Zwart dan? Kom jij maar een beetje naar voren, jochie, dan kan je het ook zien. Nog weer later kwam ik hier met Herman van Vliet om te registreren. Willem-Hendrik kwam dan altijd even boven voor een praatje. En Herman genoot daarvan. En ik weet nog dat Herman met die olijke ondeugende ogen tegen Willem-Hendrik zei, wijzend naar de muziek op de lessenaar. Zeg Willem, hoe zou jij dat nou eigenlijk spelen? Willem keek eens over die bril heen en zei met nog meer ondeugd in zijn ogen. Nou, gewoon. Mooi. En dat zinnetje moest ik hier aan denken toen ik hier zat 30 jaar later, toen 30 jaar geleden. Gewoon mooi. Ik kwam net van het conservatorium, net getrouwd, net van het conservatorium, les gehad van Gijsbert Lekkerkerker, van Herman van Vliet. Dan heb je al een rugzak vol, dan ga je naar het conservatorium. Dan wordt er wat uitgehaald uit die rugzak, maar er wordt ook een heleboel nieuws bij gedaan. Maar het zit gewoon allemaal nog los in die rugzak. Het moet nog gaan zitten, er moet nog een balans komen. Je bent nog zoekend, want wat weet je nou als 21, 22-jarig jochie? Je denkt wel heel wat als je van het conservatorium afkomt, maar het moet eigenlijk nog beginnen. Zal ik zus, interpretatie dit, interpretatie dat, registratie... En dan kom je hier op een donderdagavond en om 8 uur start dat. En dan begint dat met een eigen bewerking van Psalm 43. 8-4-3, uitkomende stem naar het volle werk. Hoe zal ik dat spelen? Gewoon, mooi. En natuurlijk literatuur op het programma. Boekstehoeren en Bach. Ik geloof van een Mendelssohn of weet ik wat er nog achteraan kwam. Slot natuurlijk weer 2 koraalbewerkingen. Psalm 51 en 72 van zijn vader. Gewoon mooi. En dat zinnetje kan je natuurlijk van alles van vinden. Dat vond ik misschien toen ook wel. Natuurlijk, ik zeg ook niet dat dat de enige waarheid is. Maar er zat daar een man, en hij was op dat moment 40 jaar ouder dan ik. En hij had natuurlijk het mooiste orgel van Nederland onder zijn hoede. En hij had al een bak kritiek over zijn heen gehad. Dus hij had al alles al meegemaakt. Maar er zat daar iemand, die maakte zich daar niet meer druk over. Die zei, spelen gewoon mooi. En helemaal niet om hem nu te vereren. Niet om hem op een voetstuk te zetten of een standbeeld voor hem op te richten. Maar dat... Met passie die orgeltrap op. Dat orgel aanzetten. En dan gewoon mooi spelen. Dat is me altijd bijgebleven. En daar moet ik nog vaak aan denken. Want denk nou niet dat ik 30 jaar later ook alles wel weet. En alles heb meegemaakt. En dat ik geen vragen meer heb. Misschien ben ik nog wel zoekend. En dan denk ik nog wel eens terug aan dat ene zinnetje. Herman, gewoon mooi. Zaterdagmiddag, 3 uur. De mensen staan voor de deur. De deur gaat open. Het eerste wat de eerste bezoeker vraagt aan organist Willem-Hendrik. Meneer Zwart, Psalm 25. Ja, dat is goed. Hij wandelt naar boven. Hij speelt vol enthousiasme Psalm 25. 4:15. Iemand uit Middelburg. Ik noem maar een dwarsstraat. Niks met Middelburg te maken. Meneer Zwart... Psalm 25, ik kom helemaal uit Middelburg. Ja, dat heb ik al gespeeld. Ja, maar toen was ik er nog niet. Nou, dan doen we het toch nog een keer. En weer vol vuur. Psalm 25. En om 4:50,
Een winkelier uit de Oude Straat die nog even het laatste restantje mee wil nemen van het wandelconcert. Ah, meneer Zwart, speel nog één keer Psalm 25. Nou, vooruit, want je bent ook druk geweest vanmiddag. Ik speel nog een keer 25. En weer vol vuur en passie kwam 25. En later hoor ik, ach, hij speelde alleen maar Psalm 25. Vele jonge, maar ook oudere organisten vonden de weg naar de Bovenkerk. Kregen les hier. Bekende namen zitten daartussen. En één naam noemen we natuurlijk met respect. Wim Agree, inmiddels overleden. Als jonge jongen kwam Wim hier op les. Jarenlang nam mijn vader hem elke week onder handen op een gezonde manier. En wat ja, heeft ook Wim daarvan later weer uitgedragen hoe trots hij was op zijn leermeester. Hoe bijzonder is het dat we nog opnames van Wim hebben hier op de Bovenkerk, waarop hij de beroemde Psalm 25 speelt. Ik denk dat het een mooi eerbetoon is aan Wim Agree dat we dat ook laten zien en horen.
Willem Hendrik Zwart had een gedegen kennis van de theorie, van de muziektheorie. En dat wilde hij ons als leerlingen ook graag overbrengen. Dus wij moesten allerlei toonladders, mineur, majeur, harmonisch, melodisch, werden tot in den treuren gerepeteerd. Ik heb hier nog aantekeningen van hem. Dan gaat het over enharmonie. Alles werd behandeld. Hexagord, tetragord, alles kwam voorbij. En dan soms kon het zo zijn dat je aan het einde van een theoretische les een opdrachtje meekreeg. En daar moest je dan de hele week maar over nadenken. Ik kreeg van hem een raadseltje mee. Hij zei, dit geeft de juf mee aan de kinderen als er echt iets flink mis is. Zoiets in die strekking zei hij het. Ik heb me de hele week heb ik natuurlijk nagedacht, wat is dat nou? Want er stonden een paar noten en verder niet. Toen kreeg ik de week daarna de oplossing. En daar stond B-A-H-B-Sys int H-A-A-R. Bah, B-Sys int H. Het ging dus over hoofdluis. We hebben daar hartelijk om gelachen. De voorbereiding voor de zondagse eredienst begon bij Willem Hendrik niet 's morgens om 8 uur. Ook niet zaterdagavond om 10 uur. Nee, hij had graag ver van tevoren de psalmen op een briefje. Hij wilde daar gewoon over. Hij wilde het gewoon spelen. Of misschien nog wel iets maken speciaal voor die eredienst. Veel koraalbewerkingen zijn hier ontstaan voor de zondag. Veel schetsen, heb ik wel eens begrepen van Everhard, maakte hij voor de zondagse eredienst. En daar was regelmatig een trio bij. Dat vond hij mooi. Zoals bij zo'n 116. Daar had hij ook een bijnaam van gekregen. A.J. Klei in Trouw. De trioboer uit Kampen. Nou, hij vond het een prachtig compliment. Daar bleef het natuurlijk niet bij. Want met een trio kon er niet 800 mensen gaan zingen. Nee, daar moesten nog wel even achteraan. En een paar klavieren gekoppeld en nog een paar registers erbij. En zo werd er dan gezongen. Zo werd er ingezet naar het hart van Jeruzalem, zoals hij het zelf zo graag noemde. Er was zelfs een columnist in het dagblad Trouw die zei van, de klassieke liefhebbers hebben het over de vijfde. En dan weten we allemaal dat ze Beethoven benoemen. En bij de orgelmuziek is het 25. En dan weet iedereen dat we het over Willem Hendrik hebben. Maar het is niet de enige muziek, gelukkig maar. En een ander werk waar ik nu mee bezig ben is de fantasie over Psalm 77. Hele virtuose inleiding. Prachtig verstild met een Vox Humana uitkomend middendeel. En dan de groot koraal aan het slot.
Veel trok ik natuurlijk op met mijn vader richting concerten. In het begin natuurlijk met Everard, later met mijn zoon Rick. En wat vond hij het een feest om met opa mee te mogen naar, ik kan me goed herinneren, Smilde. We waren kampen nog niet uit of er moest een Magnum gekocht worden. Rick kreeg de schuld, maar opa vond ze heel lekker. Hij morste dan een stuk chocola op zijn stropdas, probeerde dat ijselijk weg te vegen en zat met een grote vlek in zijn stropdas in Smilde te orgel te spelen. Want ja, je had toch eigenlijk wel een stropdas om als je orgel speelde, want je zag er netjes uit. Rick vond het concert natuurlijk best lang duren, maar hij werd gepaaid dat we op de terugweg nog een keer een Magnum gingen halen. Dus met twee grote ijsjes achter de kiezen en een concert daartussenin in Smilde had Rick de avond van zijn leven. Fantastisch toch, een feest om zo met elkaar op pad te gaan. Maar ook het registreren was een feest. Wat was die gedreven om er op alle orgels wat moois van te maken. En zeker de kleinere orgels, daar moest je hard op werken om daar wat moois van te maken. En dat deed hij vol liefde. Want het publiek kwam luisteren en de lofzang hield hij gaande. Ook op zijn concerten, want hij begon en sloot eigenlijk altijd met een mooie koraalbewerking. Ja, Zwart was niet alleen in Nederland geliefd. Ook in het buitenland kwam hij regelmatig voor tournees, zoals Amerika. En ik heb me laten vertellen dat die sonate van Becker, die eerste sonate, dat hij die daar gewoon tijdens een van zijn concertreizen gewoon in de tas gedrukt kreeg van een oude baas. Van joh, kun je hier niet wat mee in Nederland? En daar danken wij de bekendheid van die sonate aan. Hij heeft dat werk hier geïntroduceerd. En daarom leek het mij leuk om twee delen uit die sonate te spelen. Het gebed, de prayer en de toccata. Thank you.
Tja, ja, wat zit er allemaal in het archief? Ja, dat varieert van een oud koraalboek tot, nou ja, bijvoorbeeld dit. Handschrift van Jan Zwart met de titel Ik ga nu spreken van deen luister van deen gelijke nood in ons kerkgezang. Van zijn pracht en zijn praal, van zijn kracht en macht. Ja, en zo gaat dat helemaal door. Ja, het is natuurlijk ontzettend interessant. Nou ja, een groot gedeelte van wat ik nu zo'n beetje bij elkaar heb gesprokkeld, en dan heb ik het alleen even over mijn vader. Veel recensies, interviews gegeven, zoals platen die uitgebracht zijn of cd's. Die staan voor een groot gedeelte eigenlijk al op de website die een oud-leerling toevallig van mijn vader gemaakt heeft en bijhoudt. Staan al op het internet. Ja, en ja, mijn wens, ja, wat ik eigenlijk het liefst zou willen, is dat dan in een later stadium zijn agenda, hè, dus waar die allemaal heeft gespeeld, erbij komt met programma's. En dat het zo steeds breder wordt, zodat je die hele database-achtige omgeving online hebt staan. En ja, de volgende stap is weer, ja, dat zou je dan ook met Jan Zwart kunnen doen. Waar heeft hij allemaal gespeeld? Wat heeft hij allemaal gezegd, geschreven? Maar ja, waarom Feike Asma niet? Of meneer de Boer uit Lutjebroek? Of, want ik heb zoveel namen ondertussen erin staan. Ja, van mij zet het erop. Alleen ja, als ik dan ook weer kijk naar wat ik heb. En als je dan ook even snel uitrekent. Ja, dat is toch. Nee, pak alleen de zaterdagen. Kampen. De zaterdagmiddagen, de wandelconcerten. Nou, dat moeten er in de loop der jaren zeker 230 geweest zijn. Nou, stel dat er op iedere dag één foto is gemaakt, nou, dan praat je toch over 230 foto's. De video kwam in opmars. Nou, die opnames, die foto's, die moeten nog ergens aanwezig zijn, zou ik denken. Ja, ik zou zeggen, stuur ze op, neem contact op via de Willem Hendrik Zwart site en ja, u zou mij er een groot plezier mee doen. Na zijn overlijden hebben we het koraalboek af mogen maken. Daar speel ik uit die prachtige bewerking over Psalm 91. Heel intiem, heel verstild, heel mooi.
27 mei 1995, het jubileumconcert in de Bovenkerk. Een iconische middag in een stampvolle Bovenkerk. Wat was hij trots, maar wat was hij ook emotioneel. Er lagen zoveel jaren achter hem. En wat wilde hij graag zijn publiek, zijn orgel in zijn kerk laten horen. Hij deed dat onder andere met de Passacaglia van Bach in de finale van Frank, zijn eigen Psalm 146. Vele handen werden er geschud, vele felicitaties werden er uitgewisseld en toch hing er al iets van dat afscheid als organist boven de markt. Want wat vond hij dat moeilijk? Wat had hij daar last van? Wat voelde hij zich ontnomen van zijn preekstoel? En wat deed hij dat graag? Vooral de zondagse erediensten spelen. Want die hadden zijn hart gestolen. Toen het moment eindelijk eens daar was om eens een echt concert te bezoeken, trok ik met Marco den Toom hier naar de Bovenkerk. Het was een bijzonder concertprogramma. Uren, dagen, maanden, jaren, morgenglans der eeuwigheid, Psalm 103, Marche funèbre et chant séraphique van Guillaumat. Het leek wel een afscheidsconcert, bijna een begrafenisconcert, zeiden we nog tegen elkaar. Maar wat speelde die man bezielend? De Dorische toccata van Bach herinner ik mij nog. Dat sprankelde hier uit dat schitterende Hiensorgel. En die Marche funèbre, die zal ik mijn leven niet vergeten. Aan het eind, bij de engelenzang, het rugwerk gekoppeld aan het pedaal, via het hoofdwerk, met die uitkomende stem en de tremulant erbij. Ik denk fluit 8 en 4. En toen ik zelf, een jaar of 8 geleden, hier een cd maakte in de Bovenkerk, moest die Marche funèbre op cd. Ook met zo'n prachtige registratie, want dat klonk nergens meer mooier dan alleen in de Bovenkerk. Herinneringen om nooit meer te vergeten. En het emotioneert me nog steeds als ik denk aan dat laatste concert. Eigenlijk voor mij het eerste echte en meteen het laatste concert. Die BACH van Liszt. Dat we buiten stonden te wachten met z'n allen tot de ambulance wegging. Indrukwekkend. Zo had ik niet de ontmoeting met Willem Hendrik voorgesteld. Op een dag als vandaag gaan onze gedachten natuurlijk ook uit naar oud-leerling Wim Magree. Wat missen we Wim? Hij had hier natuurlijk bij geweest bij deze herdenking. Onze gedachten gaan er ook uit naar mevrouw Zwart. In de avond van haar leven mogen we haar toewensen en toebidden dat zij meezingt met die 116e psalm die ik zojuist gezongen heb. Ik zal straks met vreugd naar het huis van de Heere gaan, om daar met lof zijn grote naam te danken.
De notatie van Psalm 43 die ik gemaakt heb, is vooral ontstaan aan de speeltafel destijds in de jaren 90. Los van het feit dat je les had, kwam je ook vaak om te registreren. En je zag hem dat eigenlijk zaterdagen en de donderdagen spelen. En zo zat dat dan op je geheugen. De uitgave die ik heb geprobeerd te maken is ritmisch. Zwart speelde het koraal soms niet ritmisch, dan wel ritmisch. Hij deed het, de bewerking deed hij niet ritmisch en dan speelde hij het koraal ritmisch. Dus dat wisselde heel erg. En ik heb gedacht, ik wil nou een notatie maken waarin het koraal, ook de uitkomende stem, ritmisch is. Zodat het ja, nu ook misschien beter te gebruiken is in de kerkdiensten. Op de programma's van Willem Hendrik Zwart ontbraken natuurlijk nooit de koraalbewerkingen van zijn vader. Of een eigen bewerking over een pas gecomponeerd lied. Of een liedbewerking zoals Psalm 25 of Leid Vriendelijk Licht. Maar Willem Hendrik Zwart speelde ook heel veel onbekendere werken. Dingen, stukken, die voor ons nu heel bekend zijn geworden. Denk bijvoorbeeld aan het Grand Coeur van César Franck, het Scherzo van Lavallée Smith, de Sonate van Becker. En ook speelde hij de beroemde toccata van Tibor Piketty. Een werk wat meestal met Herman van Vliet gelinkt wordt, maar ook Willem Hendrik programmeerde dat stuk vele malen op orgelconcerten. Een stuk wat hij ook vaak speelde, net zoals het tweede koraal, is het eerste koraal van Hendrik Andriessen. En ik hoorde dat voor het eerst toen ik een boek kreeg van een vriend van mij, Orgels en Organisten in Kampen. En daar zat ook een cd bij. En ik was zeer onder de indruk van de uitvoering van dat werk. En kocht gelijk de partituur en ben dat zelf ook gaan studeren. In de voorbereidingen voor dit concert kwam dan ook de vraag of ik dit stuk op dit prachtige Hiens-orgel wil spelen. En dat valt niet mee, want het staat in vies klein en je hebt eigenlijk voortdurend de hoge C's nodig. Maar het orgel loopt maar tot C, dus je moet veel dingen verleggen. Maar ook daarin was Willem Hendrik een grote inspiratiebron, want door te luisteren naar zijn opnames kon je goed horen hoe hij dit deed. En natuurlijk probeer je op je eigen manier daar ook een invulling aan te geven, maar wat is het heerlijk om met zijn uitvoering in gedachten dit hier weer in deze magistrale kathedraal tot klinken te brengen.
Ik weet nog goed dat ik op het conservatorium in Utrecht zat en dat een van de docenten met het voorbeeld kwam van Psalm 25 van Willem Hendrik Swart. Zo moet je het dus niet doen. Deze psalm staat namelijk in dat en dat kerktoonsoort en hij begint in E klein. Dat kan absoluut niet. Maar ja, als jochie denk je dan van, zal wel, weet je wel, oké, dat mag dus niet. En dan ga je later eens denken, hoe is het nou toch mogelijk dat zo'n stuk, wat dus volgens de kenners al bij het eerste akkoord niet deugt, dat dat zo enorm populair is. Ja, zijn dat nou die noten? Ja, denk het wel. Het is natuurlijk een bepaalde eenvoud, herkenbaarheid. Maar ik denk dat het toch ook wel een heel eind te maken heeft met de manier waarop Swart zelf speelde. Ja, die rubato's, het gebruik van het orgel, de tekstbeleving. Dat kon hij echt als geen ander. En als je dan inderdaad Feike Asmaat hoort spelen in een totaal andere registratie met een zacht einde. Ja, die man kon natuurlijk ook geweldig vertellen. En dan is opeens zo'n stuk gewoon... Ja, het valt of staat met hoe je het speelt. Een bekende krantenkop kopte ooit eerst een orgel, dan een vrouw. 1954 werd Willem Hendrik Swart, mijn vader, hier benoemd tot organist. In 1956 trouwde hij met Annie Hofland. Zij kwam uit Naaldwijk. Een bijzonder verhaal hoe die twee aan elkaar kwamen. Dat gaat nu te ver. Er werden 4 kinderen geboren. Ik ben de oudste, Jan Quintus. Natuurlijk vernoemd naar mijn beroemde grootvader Jan. Quintus, 5e. Ik ben de 5e Jan naar mijn grootvader. De 2e zoon, Everhard, werd vernoemd naar grootvader Hofland. Daarop volgde een dochter, Adriana Cornelia. Ook weer vernoemd naar oma Hofland. En toen volgde Willem Hendrik, Wim, de jongste. Alle 4 kinderen muzikaal, zoals mijn vader zei. Maar hij had een speciaal oog voor zijn dochter, die noemde hij Zonnetje. En zijn vrouw was Pronkie. Hij kwam uit de Zaanstreek en daar is het een heel bekend woord. Jan Quintus, Everhard en ook Wim werden natuurlijk altijd ingeschakeld bij het registreren. Vele concerten maakten wij mee, hier in Nederland, maar ook daarbuiten. Soms in combinaties met andere mensen, soms in combinaties met of de ene broer of de andere broer. Maar het was altijd een feest. Ik herinner hem vooral ook als vader en nog meer misschien wel als opa. Wat was hij trots op zijn 11 kleinkinderen. Mijn oudste zoon Rick heeft hem natuurlijk het langste gekend. Hij was 12 toen zijn opa overleed. Bijzonder vind ik hoe die kinderen van die leeftijd herinneringen hebben. In een van de oude interviews las ik dat Swart vaak op zaterdagavond, als hij hier zat te studeren en de dienst aan het voorbereiden was, eindigde met een psalm. Gewoon even lekker improviseren over een psalm. Nou, mooie traditie, mooie gewoonte. Maar toen hij in de jaren 80 een opname had in de Evangelische Lutherse Kerk van Den Haag, toen zeiden zijn registrant of zijn zoon of wie er ook bij waren: pa, er is nog tijd over. Kun je niet nog iets met een psalmbewerking spelen? Nou ja, waarschijnlijk had hij hier net in de bovenkerk die 150 al eens een keer onder handen genomen. En zodoende improviseerde hij voor die plaat over psalm 150. Niet helemaal uitgewerkt, maar wel ja, dusdanig in zijn hoofd dat hij daar iets mee kon. Voor deze hommage heb ik via een oud-leerling een notatie gekregen. En daar ga je dan zelf wat mee aan de gang. Want ja, het is nooit uitgegeven, dus dan is het ook nooit helemaal af. Dus je gaat daar zelf een beetje mee aan de gang. En toen luisterde ik de opname van Den Haag nog eens even goed. En ja, dan kom je tot de ontdekking dat hij dus iets doet wat eigenlijk helemaal niet kan. Ja, ik ben al een paar jaar organist, dus dan hoor je wel, volgens mij heeft hij hulp van een derde hand. En inderdaad, bij navraag, een van zijn registranten speelde vlak voor het koraal de melodie nog een keertje op het rugwerk, met een uitkomende stem, nog even iets harder mee, om een bepaald effect te krijgen. Dat ga ik nu niet doen, ik ga toch alleen proberen om mijn registranten te sparen. Maar ja, een typisch Zwartiaanse bewerking over psalm 150.
Dan ging je mee naar concerten om te registreren. En dan haalde hij je op bij het station. Dan kwam ik met de trein. En dan was het heel warm en daar zat Zwart op een terrasje. En die vroeg mij de onvergetelijke woorden: dag Daniel, wil je ook een magnum? Ik wist helemaal niet wat het was, maar hij bedoelde een ijsje, een magnum.
is gevraagd om iets van literatuur te spelen. En ik zei gelijk van, dan speel ik de Vaste Burcht. En ja, dan voel ik hem al aankomen. Ja, maar Willem Hendrik is natuurlijk niet denkbaar zonder Jan Zwart. En dat heeft hij ook altijd uitgedragen. Ook bij de opening, na de restauratie van de Bovenkerk, van het orgel. Ja, tv-uitzending, NCRV, en professor Venter moest spreken. En Feike Asma was daar natuurlijk bij. En wat speelde pa? Vaste Burcht. Ja. Thank you.
Ja, die koraalmuziek van Zwart of Asma of die hele school, Mulder mag je er zelfs ook nog wel bij noemen misschien. Dat valt of staat met de manier waarop je dat speelt. En dan gaat het eigenlijk er niet zozeer om dat je dan iemand nadoet. En ik denk dat al mijn vier collega's nu toch echt gewoon helemaal zichzelf zijn. Maar dat je toch feeling hebt met die bepaalde school. Die, ja, moeilijk samen te vatten in woorden. Maar je moet echt jezelf blijven om het goed te kunnen spelen. Ik denk dat dat het hoofdmotief is wat ik samengevat zou kunnen zeggen over zijn koraalkunst. Het koraalboek. Wat was die trots met de uitnodiging van de uitgeverij om dat koraalboek te maken. Wat vond hij het op zijn laatst moeilijk? Ik trof hem een keer thuis aan de eetkamertafel, vol met allemaal kladjes, opzetjes, om te kijken hoe ver hij was en ontbrak nog zoveel. Hij zei van, ach, het maakt ook niet zoveel uit. Als Everett het afschrijft, is het ook een zwart boek. De lofzang gaande houden, dat vond hij belangrijk. En hij liet het ook zien aan mensen. Zijn laatste kerstkaart liet hij maken van zijn handschrift van Psalm 90. En hij schreef erbij, leer zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Het zal niet helemaal de letterlijke vertaling zijn. Zijn schoonzoon Jan-Willem Genewit moest er heel veel van afdrukken. Regelmatig beschreef hij de kaarten nog zelf met zijn mooie handschrift en stuurde ze naar allerlei mensen toe. En er spreekt nog steeds een opdracht uit, dat we er wijs van mogen worden om die psalmen te lezen en te beleven en het ook door te mogen geven aan de volgende generatie. Hoe je het doet, maakt niet zoveel uit als je het maar met liefde voor de psalmen doet en maar mooi doet.